Op veel plaatsen in Centraal- en West-Europa is het vandaag bewolkt. En dat komt door een storing waarvan een hoop fronten eigenlijk boven onze omgeving liggen. Een eerste voorloper van een warmtefront is vanochtend over onze omgeving getrokken. Die hoge bewolking daarvan is goed te zien. En dat ging vanochtend regionaal ook gepaard met wat lichte regen of motregen. Een tweede warmtefront ligt inmiddels klaar boven Engeland. En daar zit ook behoorlijk wat regen op. En dat wordt weer gevolgd door een koufront. Die moet ik dan natuurlijk wel andersom tekenen. Het koufront, daarmee krijgen we uiteindelijk morgenmiddag pas te maken. Het warmtefront dat daarop volgt in de loop van de avond. Dat is ook goed te zien in een modelsimulatie. Vanmiddag is het dan grotendeels droog, maar vanavond, als het warmtefront doorkomt, dan gaat het van het westen uit op steeds meer plaatsen regenen. Die regen houdt dan enige tijd aan, waarna uiteindelijk morgen in de loop van de dag het koufront passeert. En dat is het meest actieve stuk neerslag. Daarbij kunnen ook zware windstoten voorkomen. En in die koude lucht achter het koufront komen uiteindelijk vooral nog buien voor. Vanmiddag is het dus grotendeels bewolkt en uiteindelijk blijft het op de meeste plaatsen wel droog. Al valt lokaal wel een beetje lichte regen of motregen. De temperatuur die komt uiteindelijk uit op zo'n 11 tot 13 graden. Daarbij waait de meest matige zuidwestelijke wind windkracht 3 of 4. In de loop van de avond en nacht dan gaat de wind geleidelijk in kracht toenemen. Gaat het ook op de meeste plaatsen regenen en uiteindelijk hebben we morgen dus te maken met perioden met regen. Pas in de loop van de dag, wanneer het koufront is gepasseerd, wordt het van het westen uit vaker droog en mogelijk dat in het westen de zon nog even doorbreekt. Voordat het koufront passeert, ligt de temperatuur rond een graad of 12 en waait het stevig uit het zuidwesten. Vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan zee. En op het koufront en bij buien aan zee kunnen zware windstoten voorkomen. Ook zaterdag veel wind en ook vrij hoge temperaturen. In de ochtend staat er nog een stormachtige wind aan zee met windstoten tot 90 km per uur. In de loop van de dag neemt de wind in kracht af, wordt het ook wat vaker droog met af en toe ruimte voor de zon en weet het kwik alsnog op te lopen naar 9 tot 11 graden. Zondag dan hebben we te maken met buien, draait in de loop van de dag de wind naar het noordwesten, wordt het vaker droog met af en toe wat zon en net als maandag is het zondag wat minder zacht met maximaal rond een graad of 8. Dat het minder zacht wordt, is ook goed te zien in de lange termijn verwachting. Dinsdag is nog een vrij zachte dag, maar vanaf woensdag dan gaat het kwik voor een aantal dagen naar beneden. Als koude lucht van het oosten uit onze kant op komt. Van heel lange duur is deze koudere periode niet, want richting volgend weekend komen storingen weer in de buurt, waarmee dus ook de zachte lucht in onze buurt komt. Nou, zolang we op die scheiding blijven zitten tussen de koude lucht uit de Poolstreken en de zachte lucht vanaf de Atlantische Oceaan, kan er misschien wat winterse neerslag vallen richting het eind van volgende week. Maar daarvoor is nu nog te veel onzekerheid. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.